Wat vind je van dit soort wedstrijden? Ja, zo'n bekerwedstrijden. Dat is op zich leuk. Ik vond het wel jammer dat we niet bij Scheveningen konden spelen. Ik heb toch wel iets, een amateurveld, mensen helemaal om het veld heen. En vaak slechte belichting. Ja, hij heeft wel iets. En ja, hier is het toch een beetje jammer. Leeg stadion. En ja, dat vond ik wel jammer. En je kan het ook niet snel goed doen natuurlijk. Want iedereen gaat ervan uit dat je hier wint. Maar 5-1, 6-1, 7-1. Het is eigenlijk nooit echt goed. Wat voor gevoel hou je over dan aan deze wedstrijd? Nee, dat klopt. Wordt het 10-0, dan had je de 12 moeten maken. Maar nou, dat duidelijk maakt dat het niet groot vandaag was. Maar we hebben gewonnen, we hebben gedaan wat we moesten en we zijn door. En ja, bij Vlaag speelden we ook veel te laag tempo. En is natuurlijk ook niet goed genoeg dat zij op die manier een goal maken. Maar zoals ik zei, we deden wat we moesten en daar is alles ook mee gezegd, denk ik. Maar is dat in deze fase waarin Ajax zit, het loopt een beetje moeizaam, is dat dan voldoende dat je hier gewoon wint en de ronde verder bent? Of wou je ook graag aan je zelfvertrouwen werken en meer scoren misschien nog? Nou ja, natuurlijk. Zeker aan het zelfvertrouwen. Nou ja, maar ik bedoel, je ziet Kasper vandaag, die maakt er toch 3 volgens mij. Voor hem is dat natuurlijk heerlijk. Een tijdje droog, dus voor hem is het heerlijk om vandaag 3 doelpunten te maken. En ja, we hadden natuurlijk, er zijn spelers hier die niet altijd spelen. Wie ontreken. Ja, je wil je ook toch ook laten zien, ook al is het moeilijk in zo'n wedstrijd, je wilt toch je best doen. Dus dat zijn dit soort wedstrijden ook voor. En zoals ik zei, bepaalde spelers natuurlijk lekker dat doel zal even erbij werken. Dat is mooi om te zien. Maar geldt het dan ook voor jou dat het lekker is om zo'n wedstrijd te spelen, omdat je minder aan spelen nu toekomt? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet ook fit blijven. En als je minder speelt, dan zijn dit soort wedstrijden goed voor. Ook voor je conditie. En je bent ook gewoon verplicht aan jezelf om hier je best te doen. En dat het niet altijd even goed loopt, nou ja, dat weet iedereen ook wel. Maar goed, zoals ik al zei, wij zijn door. En snel de wedstrijd vergeten en op naar de volgende. Ja, Vitesse komend weekend. Zit jij waarschijnlijk op de bank. Hoe moeilijk is dat voor jou? Want je bent natuurlijk al eerder in deze situatie geweest. Ik weet niet of je op bank zit. Hoe hebben we dat gehoord? Hij speelt vanavond 90 minuten, dan is de kans redelijk groot. Nou ja, goed, je ziet aan hun natuurlijk. Ze hebben een mindere week van het weekend 1-1 gespeeld natuurlijk, VV thuis. Volgens mij zijn ze nu eruit geknikkerd door ook een amateur uit Amsterdam. En ja, weet je, als je niet goed voorbereidt op zo'n wedstrijd, als je gewoon denkt van we doen het even, ja, dat kan een lastige avond worden. Dan merken zij wel. Dus nee, maar goed, daarvoor hebben ze natuurlijk, voor deze week hebben ze het goed gedaan. Een goed team. Dus we moeten ons best doen zondag. Maar voor jou persoonlijk, baal je ervan dat je weer in dezelfde situatie zit als wel vaker, dat je weer terug moet knokken? Ja, natuurlijk baal ik. Ik wil nu spelen. Maar zoals je dit is, ik ben aan gewend. Het is niet leuk, maar het is niet de eerste keer dat ik in deze situatie zit. Ik ga doorknokken en dan hoop ik dat de kans weer komt en dan ga ik hem wel weer pakken. En dan hoop ik dat we net zo'n seizoen als vorig jaar gaan beleven. Ja, want vorig seizoen was je niet precies, vorig seizoen was je dus niet weg te denken. Gaat het dit jaar weer gebeuren? Dat is dan de vraag. Vorig jaar was je uiteindelijk niet meer weg te denken uit de basis. Gaat het nu weer gebeuren? Heb je er vertrouwen in nog steeds? Ik heb er vertrouwen in. Ik hoop het.